Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, we zijn weer zoekdag. Heel veel lauw hierachter. We gaan met z'n allen weer zoeken op een zoekdag. We zijn eruit genomen door Arjen. Arjen, super tof dat we weer mee mochten. En als geschenkje hebben we ook voor de pet mee mochten. Dus super leuk, super tof. Kijk, wie het eerst wat moois vindt, dat is met dit gaatje. Zo, ik had hier een signaaltje. Stukje van een broek, denk ik. Ja, knoopje van een broek. Zo, ik denk dat ik weer een muntje heb. Maar zo kan het gewoon een bultje. Ik denk een knoopje van een munt of zo. Ja, gaaf. Heel klein knoopje. Dat is helemaal goud. Ja, nice. Zo jongens, mijn eerste vondje. Ik heb een munt hier. Ik weet niet zeker of het zilver is, want er komt wel heel hoog binnen. Er staat in ieder geval iets op met cent. 1 cent, United States of the Americas. Nee, serieus, Pascal. Pascal zit te lachen hiernaast, maar zet het toch recht op. Dat hebben jullie wel gezien. Nou, mooi. Even kijken of ik verder schoon kan maken en dan laat ik hem wel even zien. Zo, ik heb hem even een beetje schoongemaakt. Aan deze kant zie je een kop staan en bovenaan zie je nog staan We Trust. Dus volgens mij is het In America We Trust. Achterkant is dus een centje, 1 cent. Oeh. En die komt uit Amerika, dus is een leuk ding. Nou, Pascal die zegt dat ik weer even moet filmen, maar ja, dan heeft hij vaak weer wat moois. Oh, wat is dat, jongen? Tonde. Ik denk geen zilver, maar. Een adelaar, een hakenkruisje. Ja, Deutsche Reich. Deutsche Reich, jongen. Een groosje. Ja, 10 groosje. 10 groosje, jongen. Uit 35. Hongarije. Of niet? Volgens mij is het Hongaars. Ah, volgens mij is net die. Volgens mij staat hier normaal zo'n. Een swastika. Maar dat is geen zilver. Maar dat is niet zo verroest, denk ik. Staat er een jaartal op? 1955. Oh, dan is het na de oorlog. Net na de oorlog. Nou, wat mooi. Een mooi muntje. Is beter dan de vorige zoekdacht die we hadden, maar. Zo, daar was ik weer. Ik had een mooi muntje. Iets verder. Maar ik had hier weer een signaal. Stukje lood. Zo jongens, mooi signaal hier. Even kijken waar die was. Zie je, redelijk strak. Rond de 88, 89. Zo, we gaan hem even samen graven. Even kijken wat erin zit. Niet zo diep, denk ik. Zo. Detector erbij. Nou, hij ligt er al bovenop. Stap de pointer erbij. Dan gaan we even samen kijken wat het is. Wat is dit? Het is een stukje van een pen of zo. Geen idee. Nou ja, grappig. Die vind je dus ook gewoon hier. 50 cent. Dikke vondst. Meer bij ons gerekend? Man, strompappie. Lekker man. Yeah. Nou, ik heb een gaatje gegraven en er kwam een muntje uit. Had ik niet gezien in eerste instantie, dus ik had mijn camera er niet bij gepakt. Maar
Het lijkt op een, ik denk wat Pascal net gevonden ook heeft, een Groschen. Want hij is vrij licht. Er staat een eentje op nog wel. Heel moeilijk te zien. Ik weet niet op die kant of de andere kant. Ja, ja, ja. Ja, er staat nog een eentje, maar hij is heel onduidelijk. Ik verwacht een Groschen. Dus, vind je mooi? Is je mooi? Zo jongens. Arjen. En Pascal natuurlijk. Ik heb nog even gegeten. En we gaan maar even verder zoeken. Dus tot zo. Zo. Ik weer een knoopje. Mooi. Ik had hier een 88. Dus we gaan even kijken. Ik zet hem op wide angle. Oh, zie je daar weer. Stukje alu. Heel veel aluminium hier gevonden. Een scherfje. Zo, ik had hem al opgegraven. Weer een muntje. Al die was een jongen. Ik denk het wel. Zo, en wat. En met de borstel erbij langs. Zie ik me zo weer terug. Wat had jij? Een lege munt. Er zit niks meer op. Ja. Ik heb iets opgepoetst. Nou, je ziet nog heel lichtelijk daar een eentje staan. Nou ja. Zo weer een muntje. Doe dat nog eens. Mooi. Ja, ik had weer een mooi signaaltje. Oh, deze is nog mooi. Donder. Kijk dan. Die is scherp, jongen. Die is donder scherp. Oh, zo scherp heb ik nog nooit. Jezus. 1878. Ik heb weer een gaatje open. Ik heb alleen maar aluminium strikken. En ik trek er weer een muntje uit. De minder mooi is de vorige. Want het is een muntje. Tomme. De laatste tijd, jongen. Kijk, is er weer een mooie. Oh. Kijk dan. 1944. Mooi jongens. Nou jongens, Pascal hier weer op de achtergrond. Hij heeft alweer wat gevonden. Maar we gaan even samen kijken. Nou. Wat zien jongen? Even kijken waar er zit, hè. Zo vind ik weinig. Aluminium, aluminium, aluminium. Pascal die heeft al een paar muntenleeuwencentjes en een oorlogscentje. Ja, die heeft veel, hè? Hij verwacht nu alweer een centje. Nou, wat heb je? Is je vierkante munt? En nou komt borsteltje erbij, jongens. Ja, een muntje. Maar wat voor muntje? Ik zou het niet zien, maar. Een dikket. 2,5 cent of zo? Nee, die is groter. Dat is wel guldens. Ja, wel een mooie. Mooi, man. Ja, misschien als die droog is. Mooi bij de rest het bakje. Ja, iedereen zei van hier allemaal aluminium. Allemaal magisch. Maar beetje door die signalen heen luisteren. Noe! Oh, Steven Seagal. Steven Seagal, die laat me los hier, jongen. Ik hoorde hem net hier achter van. Daar zit hij. Ja. We zitten op dak hier. Wat zak. Ah, mooi ja, munt. Mensen die zeggen van ja, allemaal aluminium. Allemaal. Als je er doorheen luistert, dan. Ik heb er denk ik op 4, 5 munten nou. Dus, Oh, je hebt best wel gaatjes kunnen zien, ja. Da. Nou. Dat is niet helemaal voor jou, denk ik, hè? Zoals we net zagen, zo'n gat. Zo diep. Gewoon dichtgooien, man. Wie zijn wij?
Oh, we zijn er weer samen. Nee, Pascal doet geen dingen. Een centje, denk ik. Maar wij doen je of wie dat ik. Nou, ik heb een muntje gevonden. Ik ook weer. Ah, zo kun je het niet zien, ik zal de camera even omdraaien. Ik heb 5 cent. Ja, mooi, ik zal de camera omdraaien, mijn jongen. 5 centje. Heb je een hand toe, de hand toe hierachter? Ja. Oh ja, dan moet je hem omdraaien. Kijk, daar is ook 19. 92 of zo zie ik. Oké, en leg ik hem die andere op jouw hand. Die van mij, die ik heb gevonden. Hey. Ja, schrijf even op. Maar dat is zo'n ene wat ik ook heb. Zo'n 10 pfenning. Die graanstuk, die heb ik ook. Die hebben we toen met Alwin een keer. Pfenning? Ja, zo'n Duits Duits op, geloof ik, ja. Die is zo'n Duitse neen. Die heb ik ook. Ja. Die van mij niet is mooi. Ja, deze niet zo. Nee, dat is wel gaar. Wel mooi, wel een muntje uiteindelijk. Muntje. Eindelijk een munt. Yo mensen. Hey ja, jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video van de zoekdag. Arjen die had geen zin meer om auto te rijden, dus Randy rijdt nou. Ja. Een dikke Volkswagen. Nee, met een dikke metaaldetectie Groningen mobiel. Dus ja, we waren vandaag alweer op een zoekdag van Serge. We mochten van Arjen weer mee. En vertrouwde het weer toe. Dat hij is bijgekomen van de vorige keer, dus de vondjes waren deze keer wel wat leuker. Ik had aardig wat muntjes. Heel veel zijn van dat stukje allemaal blikjes. Nou ja, dat bleek ook zo. Maar als je tussen die signaal doorloopt, vind je vast wel een keer een muntje. Nou, en ik heb een handvol. Dus ja, en Randy had ook nog wat muntjes. Ja, ik heb wat muntjes. Achteraf heb ik nog even alleen gelopen. Pascal die had zere poten en die was moe en lui, dus ik ben nog even alleen gelopen. Ik heb nog wat kleine dingetjes gevonden. Ik heb ze niet gefilmd, maar het waren wel leuke vondjes. In ieder geval, dat moet wel even zo maken. Had jij nog wat gevonden, Arjen? Ja, een paar muntjes, niet veel soeps. Ah. Helaas. Volgende keer beter, ja. Ja toch. Op jouw zoekdag. Daarom. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video weer. Doe een blauw duimpje omhoog. Reageer je meer beneden als je het leuk vond. En tot de volgende. Bye bye. Later. Bye.